Adriaans Drukwerk in Gave. Het adres voor al uw familie, bedrijfs- en verenigingsdrukwerk. Tijdens een onderzoek met een metaaldetector van stortgrond in de omgeving van de Martinuskerk en Museum Keukelum in Kuik zijn door Jan Kusters enkele archeologische vondsten gedaan, waaronder een munt van de Romeinse keizer Nero. Wanneer heeft u deze archeologische ontdekking gedaan? Nou, deze vondst heb ik ongeveer 2 weken geleden gedaan. Ik heb ze mee naar Nijmegen genomen en daar hebben ze dus vastgesteld dat het keizer Nero betreft. Die regeerde van 54 tot 68 na Christus. En dat past mooi binnen het verhaal van Kuik als Romeins gebied. Hoe kwam u erbij om hier deze opgraving te doen? Nou, als er ergens gegraven wordt en daar ligt de stortgrond, dan moet je daar snel bij zijn, want dat zijn de kansen die je hebt om met een metaaldetector te zoeken. En zeker in het gebied Kuik, op het Castellumgebied, ja, heeft dat extra meerwaarde. Wat waren de overige vondsten? Nou, ik heb een hele mooie munt gevonden uit de middeleeuwen. Dat is echt een zilveren munt. En die is geslagen in tussen 964 en 1016 na Christus. Dus het is een munt die ook ruim 1000 jaar oud is. Is in zilver en gemaakt in Friesland. Ja, hoe komt die nou hier terecht? Waarschijnlijk handelsbetrekkingen. Of een van de heren van Kuik heeft hem als zakgeld verloren. Dat zou dus ook kunnen. Want als u inderdaad bepaalde voorwerpen vindt, hoe komt u er nou achter wat het precies is? Nou, ik ben aangesloten bij de werkgroep archeologie en de AVN in Nederland. Dus dat is de archeologische groep in Nederland. We hebben heel veel boeken, handboeken, om de zaken op te zoeken en veel informatie te vragen bij deskundige collega's. En met name op het Romeinse muntgebied is Rob Reijnen in Nijmegen is eigenlijk een zeer deskundig iemand. En die weet precies ook wanneer dat deze munten geslagen zijn. Wat doet u met uw vondsten? Nou, het belangrijkste is om ze te laten zien aan anderen. Dat mensen daar kennis van kunnen nemen. Het geeft een stukje meerwaarde voor de geschiedenis van Kuik. En met name in dit prachtige top 10 museum in Kuik, Keukelum, is het een welkome aanvulling. Dus vooral laten zien, tonen en verder mensen ook kennis laten nemen. Krijgt het bodemonderzoek hier nog een vervolg door u? Als er extra geld komt, dan is er hier in Kuik nog heel veel te onderzoeken. En vooral hier in dit gebied, het Castellumgebied. Zodra er kansen zijn, dan zal de gemeente met mogelijk de provincie, als het gemeentelijke overstijgt, zeg maar, ja, dan zal er toch extra geld moeten komen. En met name hier bij de Maas ligt nog een hoop werk te doen aan de kade. Wanneer zijn uw vondsten te bezichtigen door het publiek? Deze vondsten die zijn te bezichtigen tijdens de 10 van Kuik op 21 oktober. Het museum Keukelum heeft extra uren ter beschikking. Dus het museum gaat open om 11 uur tot 16:30. En vooral ouders met kinderen worden uitgenodigd om tijdig naar Kuik te komen. Ze hebben dan ook de mogelijkheid om met de kinderen samen de toren te beklimmen. De 15e eeuwse toren tot op een hoogte van 40 meter met een fantastisch uitzicht over de start- en finishplaats van de 10 van Kuik. Een mooi overzicht over Kuik, de Mokerheide, ja, en de prachtige Maas.